Wie met de auto op de versmalde stadhouderskade rijdt, kan daar zomaar spookrijdende fietsers tegenkomen. De weg is deels dicht omdat de gemeente er een wandelboulevard en een vrijliggend fietspad aan het maken is. Maar tijdens het werk zelf mag er geen enkele fietser meer komen. Dat staat ook op de vele verbodsborden en er staan verkeersregelaars. De bedoeling is natuurlijk dat het verkeer zich in die richting begeeft, zeg maar, rijdt. Dat wordt ook keurig aangegeven. Maar je hebt net zo hard fietsers die gewoon dwars tegen de route ingaan. Wat niet mag, maar wel gebeurt. Met alle gevaren van dien. Nou is natuurlijk Amsterdam sowieso een beetje een fietsanarchiestad. Dus er gebeurt sowieso een hoop dat niet mag gebeuren. Maar het is hier wel weer lekker extreem. Gevaarlijk is het wel. Het is veel puin op. De fietsers rijden niet alleen op de weg, maar ook op de stoep. En een voetpad hebben we, geloof ik, 70 jaren hebben we dat beschermd ingesteld voor voetgangers. Tegenwoordig is het bijna een kamikaze om als voetganger en een fietser samen te werken. En als je mensen erop aanspreekt, dan lachen ze je uit of je kan een pak slaag krijgen of erger. Eigenlijk moet je helemaal om, hè? Ja, klopt. Eigenlijk wel. Ja, maar ja, als ik haast heb, en dat heb ik heel vaak, dan ga ik wel gewoon... Recht aan, recht toe, zeg maar. Ik heb zoiets van, ik heb een lange weg te gaan en dan wil ik hem gewoon direct pakken. En dat kost allemaal kilometers. En dan ben ik een half uur langer onderweg en dat wil ik eigenlijk niet. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het probleem bekend is. Ze zegt dat de hekken en de verkeersregelaars de fietsers tegen moeten houden. Maar erkent dat het wel een uitdaging blijft. De situatie blijft nog tot half december zo. Daarna begint de volgende fase van de werkzaamheden.